Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Live Life Horses. Nou, zoals je ziet ben ik geen Lorraine, Lotte of Robine. Ik ben Elin en ik kom bij Live Life Horses. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Elin, ik ben 14 jaar oud en ik rij nu ongeveer 10 jaar paard. Dat is voornamelijk op manesjes en verzorgponies en zo. En sinds kort rij ik nu een jaar deze IJslanders, ik ken 3. En dit is Rut. Rut is 22 jaar oud. Ik rij er niet meer echt op, heel af en toe. Of logeer ik haar vaak. En ik ben nu vrijheidsdressuur aan het leren. En ik zal jullie ook even de andere twee paarden voorstellen. Nou, dit is Kamba. Kamba is 8 jaar oud en is nu 1,5 jaar onder het zadel. Ze was een half jaar onder zadel toen ik op haar reed. En het speciale aan Kamba is dat ze niet kan draven. We zijn er niet mee bezig aan het leren. Maar ze kan alleen tilten. En tilten is zeg maar een versnelde stap voor de mensen die dat niet weten. Dat kunnen ze heel snel doen. Voornamelijk 40 km per uur. En ze is een heel vlot paardje. Dat zou je misschien niet denken. Maar ze is echt super lief. Nou, dit is Rausum. Rausum is 10 jaar oud en is de dochter van Rut. Rausum is een apart gevalletje. Want ze is ingereden op haar 4e volgens mij. En toen is ze zeg maar een paar jaar stilgestaan. En sinds vorig jaar rij ik er dus weer. En in het begin was het echt gewoon niet te doen. Ze stond stil, ze wou niet meer lopen. Ze ging bokken, ze ging haar poot zeg maar zo op, haar voet optillen. En schrapen op de grond. Maar sinds de zomervakantie, sinds de zomervakantie was begonnen, gaat echt super goed met haar. Ze is heel braaf en heel leergierig. En ze is heel speels. Maar echt ook heel lief. Nou, ik heb nu alle paarden voorgesteld. En wat je vooral van mij kan verwachten op dit kanaal zijn veel buitenritten. Springvideo's, muziekvideo's, allemaal van dat soort dingen. Rijvideo's en lifehacks en dat soort dingen. Dit was alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heb je nou vragen over mij of over de paarden? Zet het in de reacties. En tot de volgende keer. Doeg!